Goedendag. De zon is de komende tijd slechts af en toe te zien. Toch wordt het komend weekend warmer. Wel is de kans op een bui groter dan vandaag. We hebben te maken met een wind vanuit het zuiden tot zuidoosten. Daardoor bereikt het kwik zondag de zomerse waarde van 25 graden. Tegelijkertijd is de lucht onstabiel door een lage drukgebied boven het zuiden van Engeland en boven Frankrijk. En daardoor kunnen vooral op zaterdag diverse buien gaan ontstaan. Maar vandaag blijft het op veel plaatsen droog. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn, het vaakst in het oosten van het land. Daarbij ligt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden en lokaal is dus een enkele bui mogelijk. Morgen verwacht ik meerdere buien, mogelijk met onweer. Vooral in de middag is dat het geval. In de ochtend is het op veel plaatsen droog en dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt warmer dan vandaag, zo'n 25 graden verder landinwaarts. En vlak langs de kust 21 of 22 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Op zondag een groot deel van de dag droog, nu en dan zonneschijn. Alleen in het noorden is in de middag kans op een bui. En later op de dag, in de avond, trekken andere buien van het zuiden naar het noorden over onze omgeving. Daarbij wordt het warm, zo'n 24 graden in het noorden tot zo'n 27 in het zuiden van het land. Dus komend weekend wordt het warmer, maar kan er wel een enkele bui gaan vallen.